Om de grote belangstelling van kinderen, ouders, verenigingen en andere inwoners van Dussen werd het nieuwe MFA De Dussenaar op donderdag 21 september geopend door wethouder John Bakker van de gemeente Werkendam. Het gebouw valt op in de omgeving door zijn felle kleuren. Maar is het ook functioneel? Als je gaat kijken naar de kleurstelling onder andere, wat al genoemd werd net ook in de toespraken. En is het een heel mooi gebouw geworden. Multifunctioneel, dat was ook de opzet natuurlijk. Dat de scholen bij elkaar komen, dat de verenigingen er bij elkaar zitten. Om het op één punt kwijt samen te laten komen. Dus hoppas als kinderopvang en je hebt natuurlijk de Peppel, de Sprankel als scholen. De bibliotheek, cultuurpunt Altena, moet ik altijd even de hele naam vertellen natuurlijk. En uiteraard natuurlijk gewoon de dorpshuisfunctie. Onder andere straks het biljartvereniging is de bedoeling dat hier gaat komen. Je hebt natuurlijk de turnvereniging die in de sportzaal zit. Daar wordt ook onder andere zaalvoetbal wordt daar regelmatig gebruik van gemaakt. Ook de toneelvereniging is de bedoeling dat die hier zijn vaste honk gaat krijgen. En ja, op die manier proberen we zoveel mogelijk de verenigingen van Dussen allemaal centraal hier in de Dussenaar te krijgen. Om op die manier ook het verenigingsleven hier te laten plaatsvinden. Samen leuke dingen doen, dat is denk ik het belangrijkste. En samen gezelligheid met elkaar creëren. Ik vind het een prachtig gebouw geworden. Het is echt een gebouw voor de Dussenaar. Het is ook een gebouw van de Dussenaar. Heel veel Dussenaren hebben meegeholpen om dit gebouw toch een gestalte te geven zoals het nu is. En ja, de eerste indruk die ik krijg van de Dussenaren is dat de Dussenaar voldoet aan de verwachtingen. U heeft veel reacties gehad van inwoners van Dussen. Ja, heel veel reacties gehad. In eerste instantie was het natuurlijk, ja, wat moeten we met het gebouw en moet dat wel zo? Maar ja, nu het klaar is en het gebruikt wordt en de mensen de kinderen op school komen brengen, ja, ziet men, ja, dit is toch wel een gebouw voor de toekomst. Maar waar de verenigingen en andere dorpskernen gratis terecht kunnen in hun dorpshuis, zullen de verenigingen in Dussen zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Binnen de kern Dussen hebben we gekeken van wat is er? En wat gaat het worden binnen de Dussenaar? En we hebben eigenlijk afgesproken dat de verenigingen die gebruik maken van de gebouwen, dat die geen huur betalen, maar dat ze zeg maar een soort huur in natura betalen, teruggeven aan de gemeenschap door middel van diensten die ze hier verlenen. Bijvoorbeeld bardienst, dat ze voor hun eigen natje en droogje zorgen in de keuken. En de gebruikers, wat vinden die ervan? Ja, ik vind het geweldig. Wij voelen ons hier helemaal thuis. We hebben ruimte. We kunnen samenwerken met de anderen. Alles is prachtig en nieuw, dus we zijn al helemaal gewend. We vinden het heel praktisch, want alles is dichter bij elkaar. De gymzaal is nu 1 minuutje lopen en eerst waren we echt wel 10 minuten onderweg. Nou, het was eerst eventjes wennen, want we zaten op de oude locatie echt midden in de natuur. Maar hier zitten we weer midden in het dorp en dat heeft ook weer zijn voordelen. Ik begin hier dan nu net met werken, maar ik vind het een heel mooi gebouw. En de gymzaal is lekker dichtbij en een mooie gymzaal waar je heel goed gym kan geven. Dus ja, ik zie allemaal voordelen hiervan. Zoals de meeste mensen al zeiden, ik sluit me toch aan. Ik vind de kleuren prachtig. Als je er langs fietst of maakt een rondje omheen, zoals de oude wethouder zei, dan zie je kleur, kleur, kleur. En dat kan dus best gebruiken. Nou, er staat hier ook een heel mooi nieuw biljart. Wat vindt u ervan? Dat vind ik dat is heel goed natuurlijk. Daar is helemaal niks mis mee. Daar zijn we ook tevreden mee. Maar dan komt het, hè. Je moet ook de mogelijkheid hebben om goed te kunnen biljarten. En daar heb ik mijn vraagtekens bij staan. Want het is te klein. Dat is iets te krap. Geleken met het middelpunt is de bibliotheek nu een heel stuk kleiner geworden. Wat vindt u daarvan? Ik zou jokken als ik zeg dat ik het leuk vind, dat het is voor ons de keus die we hebben gemaakt om ons terug te trekken, om het zo in Woudrichem. Alle drie de gemeenten werken daar aan mee, daar hebben we een hele mooie bibliotheek ingericht. En dan moet je de dorpen, je bibliotheek gaan verkleinen. En wat ik net zei, de bibliotheken zijn ontstaan ooit vanuit de bevolking, vanuit de mensen die graag lezen en leesbevordering doen. We hebben het nu gedeeltelijk teruggegeven aan de bevolking van Dussen. Dat begint nu vorm te krijgen. We hebben ook mensen al die meehelpen om de zaak op orde te houden. Ik denk dat het nog beter kan. Zeker aanstaande zaterdag is Trema ook hier aanwezig op de open dag. Die zijn heel actief op zoek naar vrijwilligers. Dan kunnen we er veel meer van maken. En in combinatie met de scholen, met Hoppas, willen we daar een levendig geheel van maken. Waar ook die bibliotheek een mooie plek krijgt. Ten slotte had de gemeente nog voor iedereen een winkelwagenmuntje met het logo van de Dussenaar om te gebruiken bij de plaatselijke supermarkt.